We gaan vooruitblikken op de derde dag van het wheelchair-toernooi. Er zijn ongelooflijk veel mooie wedstrijden gespeeld. Maar Esther, er komen nog veel meer mooie wedstrijden aan. Ja. Het is alleen opvallend. Normaal is dat namelijk niet zo. We beginnen met een dubbel. Nee, ja, en normaal is dat ook niet zo. Maar we beginnen dus nu met een dubbel, omdat die eigenlijk gespeeld had moeten zijn. Maar de stoel van Jeff van Dorpen was gisteren gebroken. Dus die was gewoon doormidden bij het Want frame. Want dat gebeurt wel eens zo af en toe. Ja, dat is wel als je dus reist met het vliegtuig. Dan kan er een soort scheurtje komen in je frame. En als je dan aan het trainen bent een paar dagen later, dan kan dat ineens breken. Dus zijn hele frame was doormidden. Dus die moest als een gek naar de lasser. Dus die is gisteren naar de lasser gegaan. En uiteindelijk moet die dubbel dus eerst gespeeld worden. Voordat we de volgende ronde weer in kunnen. Best een opvallend verhaal. Ja. Zou het niet inmiddels zo zijn dat je dan bij wijze van spreken ook nog een reserve mee moet nemen? Ze hebben allerlei reservespullen bij hun. We hebben hier ook echt een reparatiestand. Mm-hmm. Dus daar kunnen ze met lekke banden en gebroken voorwieltjes of zo kunnen ze wel naartoe. Maar een lasapparaat hebben we hier nog niet. Ja, dus dat is gewoon wat komt niet heel vaak voor. Maar het gebeurt dus wel. En dat is dus echt een pechgeval voor Jeff. Ja. Ja. Op naar de eerste single die er dan gespeeld wordt. Alfie Hewitt, nummer 1 geplaatst tegen Houdet. Ja. Hij heeft natuurlijk gewonnen van de 15-jarige. Ja. Dat is misschien een beetje jammer. Was wel een beetje te voorspellen. Volgens mij was het een redelijk makkelijke wedstrijd. Dan zie je dat Oda toch echt wel die ervaring gewoon nog tekort komt. En dan is Elfie gewoon nog echt wel een klasse te sterk voor hem. Dus die Elfie moet het nu opnemen tegen Stefan Houdet. Ook een beetje oude rot in het vak. Wordt een schaakspelletje, denk ik. Ja, het is wel interessant om te zien wie er dan het slimst, het intelligentst speelt morgen. Leuk. En Tom Egberink speelt ook tegen Gustavo Fernandez. Ja, dat is dan meer een beetje kracht, denk ik. Ik heb Tom vandaag zien serveren met 166 km per uur. Dat is echt heel hard voor het rolstoeltennis. Dus ik vind dat wel interessant. Kijken wie daar dan, zeg maar, Laten we hopen dat Tom wint. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook nog een kans in de dubbel. Maar het zou leuk zijn zeker als Tom mogen wint. Toch een beetje biased zijn? Ja, vind ik wel. Ja, mag af en toe wel. Ja. Dan daarover gesproken. Hij heeft nog kans in de dubbel. Ja. Hij speelt nu, as we speak, nog tegen Hewitt en Mickey. Ja, volgens mij staan ze wel echt voor of zijn ze bijna aan het winnen. Dus ik ga ervan uit dat zij Michael en Tom die dubbel aan het winnen zijn. Ja. En dat kan dus morgen de laatste partij worden? Ja. Ja. Kan jij dan nu al stiekem een beetje dromen van misschien wel Nederlandse finale in het Engelspel en in het dubbelspel? Tegen wie moeten ze nou dubbelen? Want dat weet ik eigenlijk niet. Zij moeten dubbelen tegen Martin de la Puente en Gustavo Fernandez. Oh, nou dan zou ik ze in de dubbel zeker wel een kans geven. Die single voor Tom wordt denk ik best wel lastig. Ik heb het gisteren aan je gevraagd. Toen kwam je eronder uit. Oh ja. Nu heb je een hele dag de tijd gehad. Ja. Wie is jouw voorspelling? Denk jij dat het toernooi gaat winnen? In de single. Ik heb nog één excuus. Ik heb nog één escape. Ja, dit is werkelijk ik heb Gustavo Fernandez eigenlijk niet echt goed zien spelen. Jij pakt alle excuses uit de kast, hè? I'll be back tomorrow. Ongekend dit. Jongens, ik weet niet. Ik heb misschien jullie steun nodig. Misschien kunnen jullie het eruit trekken. Maar mij gaat het me morgen, denk je, lukken. Zeker. Oh, fijn. Nou, ik verheug me nou al op morgen. Dankjewel. Dankjewel.